Waarom zijn er nu meer oorlogen binnen landen dan tussen landen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik neem me graag mee naar een land waar in 2014 276 meisjes werden ontvoerd. Naar welk land gaan wij? Nigeria. We zien hier een man. Hij representeert een bepaalde groep, namelijk Boko Haram. Heel goed. Boko Haram is de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontvoering van 276 schoolmeisjes in Noordoost-Nigeria. Gelukkig is een groot aantal van hen inmiddels vrijgelaten, bevrijd. Maar nog steeds is een groot aantal van hen gekidnapt. Hoewel Boko Haram al sinds 2009 militair actief is in Nigeria, is met name deze daad van hen geweest die de internationale publieke opinie heeft gemobiliseerd. Dat zien we ook hier. Michelle Obama was zelf actief om de wereld op te roepen om in actie te komen om de schoolmeisjes naar huis te laten terugkeren. Boko Haram is een organisatie, de naam zelf staat eigenlijk voor Westerse opvoeding is verboden. Ze proberen een eigen staat, een kalifaat, een islamitische staat, in te richten. In ieder geval in de noordoostelijke provincies van Nigeria. Als we eens kijken naar de strijders van Boko Haram. En we nemen deze militair als voorbeeld. Wat valt ons op aan het uniform van Boko Haram, de strijders links? Het is eigenlijk niet evident te zien tot welke partij ze behoren. Ze willen duidelijk wel een soort van strijdende militie zijn, maar wie of wat ze zijn is niet duidelijk. In tegenstelling tot de persoon rechts op de foto, een Nigeriaanse legerofficier. Het verschil tussen de twee uniformen, het belangrijkste verschil is de vlag. We hebben hem hier. De vlag van Nigeria, die uiteindelijk aangeeft dat deze persoon een vertegenwoordiger is van de soevereine staat Nigeria. Hij behoort tot het leger van de soevereine staat Nigeria. De andere persoon behoort tot de militie Boko Haram. Dat verschil is belangrijk. Als je oorlog voert namens een staat, als je het uniform aantrekt van een soevereine staat, betekent dat dat je bepaalde rechten opgeeft. Eigenlijk je recht op je leven, want je geeft eigenlijk de ander de legitieme mogelijkheid om jou te doden. Maar in ruil daarvoor krijg je ook weer bepaalde rechten. Als je gevangen wordt genomen, moet je netjes worden behandeld. Ga je naar een krijgsgevangenkamp en na de oorlog mag je weer naar huis. Je hebt bepaalde rechten. Staten hebben via het oorlogsrecht bepaalde afspraken met elkaar over hoe ze in gewelddadige conflicten met elkaar omgaan. Daar houden ze niet altijd aan. Maar in wezen bestaat er wel zo'n reglement. Oorlog tussen soevereine staten is tussen geuniformeerde legers. De burgerbevolking staat daar in beginsel buiten. In heel veel conflicten die we vandaag de dag zien, binnen landen, zien we conflicten die voor een belangrijk deel worden gevoerd door milities zoals Boko Haram. Waar die uniformen met die vlaggetjes niet worden gedragen. En waar daarom ook andere regels gelden. En die andere regels geven ons al een beetje aan waarom binnenstatelijke conflicten tegenwoordig van een andere orde zijn dan die traditionele oorlogen van twee legers die, zoals in een strategospel, met mooie kleuren tegenover elkaar staan. Gewelddadige conflicten die binnen landen worden uitgevochten door milities kenmerken zich door andere regels. En een van de belangrijkste daarbij is dat de burgerbevolking als instrument wordt gebruikt door deze organisaties om de politieke doeleinden die ze nastreven te bereiken. Dat betekent dat de burgerbevolking systematisch het doelwit is van dergelijke organisaties. Dat kan zijn dat er systematisch geweld wordt toegepast, dat ze worden gekidnapt, dat ze voor seksslavernij worden gebruikt, dat ze andere taken moeten verrichten voor de militie,
De burgerbevolking is een essentieel onderdeel van de strijd van dergelijke milities. Dat wil niet zeggen dat het allemaal regelloos is. Deze conflicten worden nog steeds op een bepaalde manier met regels uitgevochten. Er zijn bijvoorbeeld vaak internationale hulporganisaties in dergelijke regio's die proberen om humanitair leed te verzachten. Ze brengen voedsel en medicijnen. Maar er is een overeenstemming met dit soort organisaties zoals Boko Haram om eigenlijk belasting te betalen aan dergelijke organisaties om ervoor te zorgen dat al deze medicijnen en al dat voedsel op hun plaats terecht kan komen. Er ontstaat dus in dit soort landen, bij dit soort conflicten, eigenlijk een aparte economie, een oorlogseconomie. Want uiteraard moeten ook deze organisaties geld verdienen om de strijd voor te kunnen blijven zetten. De achterliggende oorzaken zijn evenwel een andere. Boko Haram is actief in het noordoosten van Nigeria. Een van de armste delen van een land waar rijkdom toch al in ieder geval heel erg verdeeld is en waar een groot deel van de bevolking behoorlijk arm is. Het wordt gevoerd in een gedeelte waar eigenlijk 100 jaar geleden al een kalifaat bestond. Een kalifaat dat eigenlijk op een grondgebied lag dat nu Cameroen, Nigeria, Tsjaad en Niger omsluit. In 1905 hebben de Engelsen daar een eind aan gemaakt en hebben hun koloniale macht daar gevestigd. Maar deze mensen van Boko Haram grijpen in die zin terug op een oude traditie die nog steeds overgeleverd wordt en waar mensen zich mee kunnen identificeren. En dat is een heel erg belangrijk element in heel veel conflicten binnen landen vandaag de dag, namelijk dat die strijders zich proberen steun te mobiliseren door te refereren of aan, door te verwijzen naar etniciteit, religie of iets wat men in het verleden met elkaar heeft gedeeld. Zoals in dit geval het kalifaat in die regio in het noordoosten van de landen die ik net heb genoemd. En dat duidt er eigenlijk op dat deze conflicten mede te maken hebben met nog een heel andere zaak. Namelijk dat ze voorkomen in landen die eigenlijk, waar eigenlijk de centrale regering steeds minder te zeggen heeft over het territorium waar ze eigenlijk de macht over zou moeten uitoefenen. We noemen deze landen heel vaak fragiele staten. We hebben daar een plaatje van. Hoe roder de kleur, hoe fragieler de staat. Nigeria, Boko Haram, is inderdaad nummer 14 op de lijst van fragiele staten. Is een van voorbeeld van zo'n behoorlijk fragiele staat. De slechtst presterende staat in die zin is Zuid-Soedan. Is de meest fragiele staat op dit moment. En als contrast daarbij staat Finland, dat eigenlijk als de meest stabiele staat in deze wereld wordt gezien. Het feit dat we heel veel interne conflicten zien in landen, in plaats van tussenlanden, duidt eigenlijk al op iets anders. Namelijk dat gewelddadig conflict steeds meer lijkt voor te komen. Laten we eens naar deze grafiek kijken. Het oranje-rode gedeelte geeft aan het aantal conflicten binnen landen. Het gele gedeelte geeft aan het aantal conflicten tussen landen. Ons klassieke idee van oorlog tussen soevereine staten. En wat hier opvalt is sowieso dat, met name sinds het einde van de Koude Oorlog, het aantal binnenlandse conflicten heel erg is toegenomen. En dat het aantal conflicten tussen staten eigenlijk is afgenomen. Inderdaad moeten we ons dus eigenlijk steeds meer richten op conflicten binnen landen als we daadwerkelijk grip willen krijgen op gewelddadig conflict vandaag de dag. De Koude Oorlog is erg belangrijk daarin, liever nog het einde van de Koude Oorlog. Tijdens de Koude Oorlog hadden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten er belang bij dat er in allerlei landen in de wereld stabiele, vaak autoritaire, dictatoriale regimes waren die ervoor zorgden dat zij bondgenoot bleven van het Westen dan wel het Oosten. Het einde van de Koude Oorlog heeft ervoor gezorgd dat A, de Verenigde Staten en wat nu Rusland dan is, zich daar eigenlijk niet meer zo mee gingen bemoeien. En maakte het daarmee mogelijk, B, dat allerlei groeperingen binnen die landen zich gingen verzetten tegen die dictators. Waardoor binnenlandse conflicten makkelijk konden ontstaan.
Het wegvallen van eigenlijk deze rem op conflicten, het einde van de Koude Oorlog, werd nog eens versterkt door wat we de globalisering zijn gaan noemen. Globalisering heeft een aantal gevolgen. Dat zien we eerst terug in een enorm conflict om natuurlijke hulpbronnen. Op veel plaatsen in de wereld is sprake van een enorme bevolkingsgroei. Ook hier is een plaatje. Hoe roder, hoe meer bevolkingsgroei wordt voorzien tegen 2050. En we zien dat de fragiele staten van net ongeveer lijken te corresponderen met die landen waar een enorme bevolkingsgroei is. Daar is een enorme behoefte aan voedsel, aan banen, die niet altijd kan worden geboden. Dat leidt ertoe dat er een enorme strijd ontstaat om hulpbronnen in deze landen. En dat geeft verder voeding aan die interne conflicten die toch al makkelijker werden door het einde van de Koude Oorlog. Er komt nog een ander element bij die ook met de globalisering te maken heeft. En dat is dat, omdat we door de informatietechnologie vandaag de dag zoveel zicht hebben op wat er in andere landen gebeurt, daardoor heel veel mensen in andere landen kennis kunnen nemen van wat er in andere landen gebeurt. En vaak zijn mensen die zijn geëmigreerd vanuit een land in conflict nog steeds heel erg betrokken bij het land dat in conflict is. En door de tegenwoordige technologie is het makkelijker voor hun om geld te sturen, om bepaalde groeperen te steunen, en uiteindelijk de keuze te maken om eventueel zelf naar die landen te gaan om namens een van de partijen mee te gaan vechten. Deze combinatie van factoren heeft er dus uiteindelijk toe geleid dat het aantal binnenlandse conflicten ernstig is toegenomen. Het zou evenwel fout zijn om nu de conclusie te trekken van oh, er zijn niet zo heel veel oorlogen meer tussen staten, er zijn vooral conflicten binnen staten, om dan die internationale dimensie te vergeten. Laten we nog eens teruggaan naar de grafiek. Het zwarte gedeelte in de grafiek geeft aan het aantal conflicten waarin sprake is van zowel een binnenlands conflict als een conflict waar meerdere landen bij zijn betrokken. En ook dat type conflict neemt duidelijk toe, met name sinds 2000. En dat is een hele belangrijke boodschap. We hebben vaak de neiging om dan alleen te kijken naar het binnenlandse conflict en daar etnische redenen aan te geven, economische motieven te onderkennen. We moeten de internationale dimensie niet vergeten. Het beste voorbeeld daarvan is het huidige conflict in Syrië. Hier zien we een recente kaart met gebieden beheerst door, en we hebben voor het gemak ze maar opgedeeld in een beperkt aantal groeperingen, aanhangers van het Syrische regime, aanhangers van de Syrische rebellen, aanhangers van de Syrische Koerden en IS. Bovendien geven de vliegtuigjes en vlaggetjes aan waar Rusland op dit moment interveneert. Waarom is dit zo belangrijk? We hebben de neiging om het Syrische conflict vooral te zien als een intern conflict tussen enkele, misschien wel tientallen, sommige mensen zeggen bijna honderden verschillende organisaties die met elkaar in conflict zijn. Dit conflict kunnen we eigenlijk niet loszien van de internationale politieke dimensie. Want welke landen hebben direct belang bij een uitkomst in het Syrische conflict? Iran wil graag dat zijn bondgenoot Assad de overhand blijft houden. Maar als Iran zijn zin krijgt, dan wil Saoedi-Arabië ook iets. Die wil niet dat Iran te machtig wordt, dus wil die juist van Assad af. De Koerden lijken een eigen staat te creëren. Dat is niet zo plezierig voor de belangen van Turkije, die bang zijn voor een wederom poging tot een onafhankelijk Koerdistan in Turkije. De Turkije is ook niet zo heel blij met een uitdijende macht van Iran. Iran is de bondgenoot van Rusland. Assad is de bondgenoot van Rusland. Assad biedt Rusland een van de weinige mogelijkheden om invloed uit te oefenen in het Midden-Oosten, dankzij de militaire basis die het heeft verschaft. Rusland wil dus niet dat Assad deze strijd verliest. Omdat Rusland een belang heeft, moeten de Verenigde Staten zich er ook wel mee bemoeien. We zien, het binnenlandse conflict is belangrijk en moeten we proberen te begrijpen.
We kunnen het niet begrijpen zonder ook de internationale dimensies erin te zien. De wereld wordt dus steeds gecompliceerder. Hoe kunnen politici dan nog het hoofd helder houden? Dat is voor het andere college.